Dus, Sammy, als ik dat allemaal kan met mijn mond... Je weet, wat kan ik dan allemaal? Ik ben wel vrij. Sammy, weet je wat ik wil horen? Ja? Maar nu is het wel gelukkig dat ze het niet gezegd heeft, hoor. Nee, maar goed, beatboxen. Ik ben dus een beatboxer en ik heb ook een... Mag ik de micro aanlaten? Dus, oké. Okay. Nee, ik heb als beatboxer ook een artiestennaam, dat is Divo Beatbox. En mensen vragen dat soms een keer, ja, van Divo, waar slaat die naam eigenlijk op? Ik heb daar geen verklaring voor, ik had wel één alternatief. En dat alternatief was gratis bier. Want stel je voor, hey, om 8 uur gratis bier in de Meervaart in Amsterdam, dan zat dat hier stampenvol. Dan kun je dat niet echt zeggen, nee, natuurlijk. Maar goed, beatboxen. Vaak zijn mensen ook van, ja, ik vind dat beatboxen, dat scheetgeluid maakt met je mond. Zijn er mensen dat vinden dat dat scheetgeluid maakt dus met de mond? Nee. Maar ik krijg dat vaak wel als kritiek. En ik vind dat raar. Want ik, als ik op restaurant ga, en ik ga naar het toilet op restaurant, en je weet wel, die toiletten, dat zijn meestal een deur met een gleuf onder. Ik heb nog nooit gehad dat ik sta te wachten in zo'n toilet en dat er plots van onder zo'n gleuf... Nog nooit. Het is wel cool, ineens sta je voor, je zit op het toilet. Ja. Bijna. Ja. Het zou wel cool zijn, maar het is niet zo. Het is natuurlijk wel verklaard waarom sommige mensen extreem lang op de wc zitten. Weet je, je kent toch wel iemand die een half uur, drie kwartier op het toilet zit? Ja? En als je dan vraagt op die persoon, wat doe je daar zo lang op het toilet? Wat is dan meestal het antwoord? Nee, die zijn dan meestal een boekje lezen, of met de gsm bezig. Maar volgens mij is dat niet waar. Volgens mij lezen die daar helemaal geen boekjes. Volgens mij heb ik het mysterie ontrafeld. Wil je weten wat het mysterie is? Of heb je zoiets van, wow, beatbox nog een beetje? Dat zijn je ook tevreden. Nee, het mysterie is volgens mij, lezen die daar geen boekjes, maar spelen ze een symfonie met een drumroll. Die zitten dan op het toilet. Dat is wat dan die daar doen. Die lezen helemaal geen boekjes. Maar ik zelf kan dat niet zo extreem lang op te zien. Het is puur tijdverlies. Als ik mijn scheidstijl zou moeten vergelijken met de muziekgenre, zou ik kiezen voor punk. Dat is no bullshit. Dat is gewoon 3, 2, 1. En dat is klaar. Nee, dat is echt tijdverlies. Zo lang op het toilet zijn. Maar goed, nu dat we het over muziek hebben, zijn er hier liefhebbers van dubstep? Ja? Wat is jouw naam? Jenaira. Jenaira? Jenaira. Jenaira. Ja. Wel, Jenaira, ik vind dat je kapot moest gaan. Want dubstep, dat is volgens mij is dat geen muziek, volgens mij is dat lawaai. Bijvoorbeeld op een feestje, onlangs op een feestje, was ik al heel lang aan het luisteren naar slechte muziek, maar echt slechte muziek, en dan plots hoor ik dit. Yes, eindelijk. Echte muziek gespeeld met echte instrumenten door gepassioneerde muzikanten, maar dan gaat dat verder. En dan, in België doet iedereen dit. Dat slaat toch echt nergens op. Dat is zo echt van, oh, we gaan een keer doen alsof dat mijn rust zou gaan hebben. En we gaan bewegen, lik die biel. Dat slaat echt nergens op. Maar dat is niet enkel zo bij dubstep. Dat is ook bij hardstyle, tickstyle, jumpstyle. Ik weet niet wat de fuckstyle dat er nog allemaal is. En daar is die dans mogelijk nog belachelijker. En ja, zo'n hardstyle remix, dat klinkt ook altijd hetzelfde. Iedereen die ooit al keer een remix gehoord heeft, een hardstyle remix gehoord heeft, weet, dat klinkt altijd hetzelfde. Onlangs, op datzelfde feestje, een nummer van de Beatles. Een nummer, Drive My Car, voor de mensen die dat niet kennen, dat is zo. Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car. And baby, I love you. Toot-toot, yeah. Dat is Drive My Car, van de Beatles. En dat kreeg dus zo'n hardstyle remix. En iedereen die ooit al een keer zo'n remix heeft gehoord, zal dat kunnen beamen, dat is altijd hetzelfde. Dan heb je eerst dat melodietje. Thank you.
Te maken met het origineel nummer, maar ze spijt dat daar gewoon achter en ze hebben de hardstyle remix gemaakt. Zo simpel is dat. Maar het zit er ook altijd die jumpers, die mogen gewoon, als ze luisteren naar het origineel nummer van de Beatles, als ze het origineel nummer van de Beatles horen op de radio, die dan zeggen van, dat is een cover! Nee, maar echt, zo gasten zouden ze toch eigenlijk gewoon mogen neerknallen eigenlijk. Ja. Zijn er die liefhebbers van hardstyle? Ja? Dat je daar nog durft vooruit komen eigenlijk? Echt wel. Het is niet dat je... Nou ja, goed, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen muzieksmaak. De ene wat beter dan de andere. Nee, maar goed, beatboxen. Ik als beatboxer kom ook heel vaak op heel veel verschillende plaatsen. Maar onlangs mocht ik optreden in een bejaardentehuis. Echt waar. De directeur van het bejaardentehuis dacht dat dat een goed idee was. Maar nee. Ik begon daar zo gewoon te beatboxen, dus wat ik altijd doe en ik begon. Wel, die bejaarden moeten zien kijken, zeg. Die dacht dat ik een soort van duivel was. En zo direct knoflook en kruisteken, zeg. Die wonen me daar weg, die wonen me uittreden. Maar ja, goed, ik was al betaald, dus ik moest doen waarvoor ik betaald was. Dus ik dacht van ja, mag ik dat hier oplossen? Nee, dus ik dacht misschien een liefdesliedje. Nee, dat had die tof vinden. Dus ik begon. No matter what I do, all I think about is you. Even when I'm with my boo, you know I'm crazy over you. No matter what I do, all I think about is you. Even when I'm with my boo, you know I'm crazy over you. Wat probleem was, die bejaarden stond helemaal in Engels. Dus dat was weer geen goede keuze. Dus ik stond daar dan helemaal radeloos, maar ja, ik wist echt niet meer wat ik moest doen. En toen plots, helemaal uit het niets, riep er zo'n bejaarde, kunnen jij Frans Bauer? Want wij kennen dat jammer genoeg ook in België, Frans Bauer. Dus ik had dat nog nooit geprobeerd, dus ik dacht, ja, puur geïmproviseerd. Laten we dat eens proberen, dus ik begon. Weer zo uit. Yeah. Goed, ik had het gevonden, dacht ik. Maar eigenlijk ook niet, hè. Maar ja, wat moest ik nu daarna weer doen? Het was grappig, want plots riep er zo'n bejaarde van... Zeg, heb je een mp3-speler ingeslikt, zeker? Vond in het eerste geval eigenlijk al heel uitzonderlijk dat ze wist wat dat een mp3-speler was, of haar leeftijd. Maar goed, beatboxen. Zijn er bepaalde muziekgenres die jullie graag zouden horen in een beatbox remix? Zo, een muziekgenre om af te sluiten. Dat je denkt van, dat zou ik graag een keer horen in beatbox versie. Schroom jullie niet, roep jazz. Maar. R&B, nee. R&B? Nee, jazz. Jazz? R&B? Jazz en reggae. Reggae. Reggae, reggae. Oké, jazz is wat moeilijk, maar ik kan zo wel zo een jazzy drumtje achter doen. Zo. Het is niet echt... Ik zal daarmee beginnen. Het is een boeing. Oké, wat was het nog? R&B. Thank you.
naam is Kevin. Hey, hey, hey. Dan laten we ons wel iets samen doen. Improvisatie dan? Maar. Ja. Waar Sharon is op? Nee, ik heb alleen maar niks. Nee, mijn naam is Jens Steenmaker. Kijk! Ik ben een people, en ik kom volgende keer.